Wat mij betreft is dat echt niet aan de orde. Maar als het echt zover is dat zij de grootste partij zijn, ja, de eerste vraag gaat zijn, kunnen ze federaal, op Belgisch niveau, kunnen ze mee in de regering treden? Nee, dat willen ze niet. Dat zeggen ze zelf, dat willen we niet doen. Nu, bijna alle problemen die we hier hebben aangeraakt, moeten daar geregeld worden. Als het gaat over migratie, het gaat over belastingen, het gaat over klimaat, de grote problemen van deze tijd. Dus daar gaan ze al niet meedoen. Ja, dan is mijn vraag, wat heb je er dan eigenlijk aan? Niks. Die stemmen gaan daar verloren. En dan zeggen ze, oké, ja, meneer De Wever, dat is allemaal wel goed en wel. Maar Vlaams dan? Ga je er dan Vlaams een regering mee maken? Nou, mijn vraag is om wat te doen eigenlijk. Ik ben het vrijwel niks eens met die partij. En ik vind ook de stijl van die partij, die lust ik niet. Dus is het antwoord dan nee? Het antwoord voor mij is nee. Vind ik moet jouw proficiat wensen. Het is de allereerste keer, Pieter Jan, dat ik meneer De Wever zo duidelijk nee hoor zeggen. Ja, en het is soms wel wat verwarrend geweest. Hè. Ik denk dat meneer De Wever het wel zal begrijpen. U heeft het Vlaams Belang omschreven als het melanoom van Vlaanderen en gezegd, er staat een Chinese muur tussen ons en het Vlaams Belang. Het was wel profetisch, hè? Chinese muur. Ja, het is alsof ik het wist. Maar ik ga toch even naar Jan Jambon. Hij zegt eigenlijk, het is een partij zoals alle anderen en er staat geen Chinese muur tussen. Begrijpt u dat het soms de indruk geeft alsof jullie het noorden een beetje kwijt zijn? Ja, dat begrijp ik heel goed. Het is ook een heel moeilijke kwestie. Hoe stop je de groei van extreem gedachtegoed? Moet je dan effectief eens zeggen, laat ze dan maar eens besturen en dan zullen we wel zien? Of moet je zeggen, nee, we gaan dat in geen geval doen? Dus dat is een worsteling die binnen, denk ik, verschillende partijen leeft en die leeft ook binnen de mijne. Ik geef dat grif toe. Het is een moeilijke kwestie. Ik hoop dat die partij niet de grootste zal zijn, hè? Ik hoop ons die malheur te besparen. Maar als ze dat werkelijk zouden zijn, dan gewoon zeggen, je kan dat democratisch zomaar naast je neerleggen. Ik vind dat ook niet zo eenvoudig. Dus ja, we zitten daarmee in onze maag. Maar als je mij de vraag stelt, als politicus voel je je verwant aan die partij en zou je daar een regering mee maken, is het antwoord helemaal nee.